Storing mag er zijn. Niet eerder werden er onderofficieren opgeleid in Assen. Maar omdat er binnen Defensie een tekort is aan leidinggevenden, is de Assen-kazerne ingeschakeld. Als je wel manschappen hebt, maar geen onderofficieren, dan wordt leidinggeven natuurlijk aan een groep wat hartstikke lastig. En doordat wij nu een extra opleiding verzorgen en de andere twee manschappenscholen ook, proberen we natuurlijk die tekorten in te gaan lopen. 3, 2, 1, go! Ondanks dat veel opleidingen tijdens corona stil hebben gelegen, wordt het op de kazerne steeds drukker. Want ook de opleidingen tot soldaat zijn weer opgepakt. Inmiddels lopen er 174 soldaten rond. Het houden aan de coronavoorschriften is een uitdaging. Ja, het is lastiger. Want je hebt met beperkingen te maken. Het is niet het normale opleiden. Instructeurs vinden het lastig, maar leerlingen vinden het ook lastig. En ik moet zeggen, vanaf 6 mei zijn we nu weer aan het opleiden. En je ziet wel dat we er steeds beter mee omgaan. Ook bij Defensie in Assen proberen ze de 1,5 meter afstand te houden. Naast extra wasunits is er een grote tent neergezet, omdat niet alle manschappen in het restaurant kunnen eten. De coronamaatregelen hebben wel effect op de opleiding. We hebben ook bijvoorbeeld zelfhulp, kameradenhulp, militaire EHBO. Daar kunnen we niet alles mee doen. Dus de onderdelen die gevaar opleveren, die laten we aan het einde van de opleiding terugkomen. Hopende dat we dan meer ruimte hebben binnen de RIVM-maatregelen. Of de opleiding tot onderofficier na dit jaar verlengd wordt, is nog onduidelijk. Deze leerlingen zullen, als alles goed gaat, in december hun diploma krijgen.